De Technische Commissie voor Pluimveevoer heeft gisteren tijdens de National Quality Awards de award voor Beste Technische Commissie voor het ontwikkelen van standaarden in Suriname in ontvangst genomen. Urfina Hadjesemito is uitgeroepen tot het Beste Technische Commissielid. De awardceremonie werd georganiseerd door het Surinaam Standaardenbureau SSB in het kader van Wereldstandaardendag op 14 oktober. De SBB heeft de maand oktober uitgeroepen tot een nationale standaardenmaand. Er worden diverse activiteiten ontplooid waarbij aandacht wordt geschonken aan het technische voorschrift Algemene Eisen voor Voorverpakte Goederen. De lancering en eerste National Quality Awards vonden plaats in het Kilit-gebouw. Volgens Ingrid De Bel Simpson, directeur van het SSB, heeft het best veel gevergd van het bureau om het evenement te organiseren. We zijn hier om verschillende redenen. De uitnodiging is de deur uitgegaan. En we hebben gezegd, u komt, we nodigen u uit voor een symposium en een ceremonie. De uitreiking van onze eerste SSB Quality Awards. Een van de vele mijlpalen die we moesten slaan in 2016. En by the grace of God is het mogelijk vandaag de eerste awards uit te mogen reiken. Maar in het verband met de viering van Wereldstandaardendag, die we op 14 oktober jongstleden hebben gevierd met personeel en andere standaardenorganisaties wereldwijd, hebben we gezegd, weet u wat, oktober is een bijzondere maand voor SSB en voor Suriname. Dus wat we gaan doen, onze feestcomité onder andere, is dat we maken er een standard month van. En wat betekent dat met zoveel woorden? Het betekent dus dat we een aantal awareness activities, activiteiten, willen ontplooien en hebben ontplooid reeds. Zelf ook op scholen. Vandaag ook hebben we een fall programma voor u. En de rest van de dagen in oktober komt er meer. Ik sprak net nog tot meneer Talea en hij zei, ay man Bosani. Ik zei, ay man, ala disi, moro dete. Toch? Dus dat is de bedoeling van Standards Month. De Bel Simpson zegt dat we er nog lang niet zijn als het gaat om standaarden, maar dat er hard wordt gewerkt om daar te komen. Het SSB neemt haar trekkersrol serieus. Het thema van de standaardenmaand is Standards Build Trust, geeft ze aan. Ik was in juni of juli in Genève en ik heb diezelfde vraag gesteld die u waarschijnlijk nu in uw hoofd rondspoke. Ja, maar waarom dit thema? Maar stelt u zich zo voor dus dat u zaken wil doen. U moet een grondstof hebben voor een product dat u wilt produceren in Suriname. En u moet daarvoor in China zijn, ik noem maar wat. Ik denk dat u veel zaken in China doet, Japan of ergens anders. En u zou geld moeten overmaken. U heeft dat product nooit gezien, misschien uw businesspartner nimmer ontmoet. Misschien via Skype of een van die andere virtuele platformen die tegenwoordig beschikbaar zijn. De oude E's, e-internet, e-dit, et cetera. Maar zelf weet u niet zeg, dat, of datgene dat u dus verwacht te krijgen, of het dus ook echt voldoet. En eigenlijk gaat u dus uit van een vertrouwen dat u stelt in uw businesspartner, maar ook in het product dat hij of zij aan u verkoopt. Die minimale vereisten, of laat me het anders zeggen, standaarden kunnen die minimale vereisten die u verwacht wel garanderen. Uw businesspartner misschien niet. Het product hoopt u dat het zal voldoen. Maar wanneer u weet dat een bepaalde standaard aan de grondslag heeft gelegen, aan de productie daarvan, de manufacturing daarvan, dan kunt u bijna donderop tegen zeggen van nou ja, het zal wel voldoen en ik zal het geld overmaken. Maar ook wanneer u dat geld over moet maken, moet u kunnen vertrouwen dat het überhaupt uw businesspartner gaat bereiken. Aldus Ingrid De Bel Simpson, directeur van het Surinaam Standaardenbureau.
Het bureau is in 2007 opgericht met als voornaamste doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van plant, mens en dier.